Nou ja, het is geen makkelijke pool natuurlijk. Als je wilt overwinteren en dat je doelstelling is. Als je van tevoren hebt neergelegd, die doelstelling, dan is het natuurlijk wel heel lastig als je tegen ploegen als Barcelona en Paris Saint-Germain loopt. En we hebben vorig jaar bewezen dat we ook tegen die ploegen kunnen stunten. Dus die hoop moet je houden, maar dat het heel lastig wordt om de eerste of tweede te worden, dat is een feit, denk ik. Volgens mij heeft Paris Saint-Germain al een beetje de ambitie gezegd dat ze binnen, denk ik, 4-5 jaar eigenlijk de Champions League willen halen. Nou, volgens mij gaan ze nu zeg maar hun derde jaar in. Vorig jaar zijn ze dan uitgeschakeld volgens mij in de kwartfinale, maar toen was een grote ster, volgens mij Zlatan, geblesseerd. Dat scheelde wel een slok of een borrel, denk ik. Dus ja, ze hebben gewoon een heel sterk team en ze hebben niet voor niks weer aankopen gedaan. En misschien doen ze er nog wel een paar voor 1 september. Dus ja, het is gewoon een heel goed team met heel veel sterren. Maar ja, wij zijn ook een goed team.